Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ja, het is een beetje laat vandaag dat ik deze vlog open. Het is nu maandag 3 september 2018. Het is nu 16:24. Ja, mijn mannetje is al bezig met zijn postwijk. Ja, beetje laat. Maar we gaan er gewoon weer voor. Veel kijkplezier. Ja, goedenavond. Dus buiten is nu 5:45. Ja. Die daar. Dus, maar ja. Eigenlijk ook een hoop te zeggen, maar ik ben eigenlijk gewoon nog een beetje te moe om eigenlijk iets te willen vertellen. Ik ben echt gewoon moe. Moe. Maar ja, er komt ook zoveel op me af momenteel. Echt gewoon een hoop. Dat snappen jullie wel, denk ik. Dus ja, wat doe je eraan? Twee keer, drie keer, helemaal niks. Dus ja, we gaan gewoon weer gezellig door van waar we allemaal gebleven zijn. Zo. En ik wil eerst even wat eten. Dat is gewoon een lekkere koude pannen. Ja, koud. Ja, ik wel. En Ro is weer lekker naar zijn werk. Lekker. Yummy. Ja. Zo, deze straat heb ik dus ook al gedaan. Ik heb nu in principe al 3 straten gedaan. Nee, maar ja, vandaag school gedaan. Hij was gewoon weer gelukkig, gezellig. Alleen kinderen die wouden niet luisteren. Nee. Maar ja. Over het algemeen wel gezellig. Ik zal me even inzoomen. Kijk of ze allemaal zitten namelijk. Alleen ik heb zon niet meer mee. Fijn. En ik wil mijn voetbakje hebben. Kom. Ja. Ja. Dus, maar voor de rest, ja. Redelijk. Nee, ja, wat ik al zeg, ik ben gewoon moe. Maar dat komt ook omdat er heel veel dingen op me afkomen. Zoals operatie, de post nu gewoon doen. Ik heb me al wel verlof aangevraagd. Ik wil me echt gaan focussen op de operatie. En ook gewoon straks gewoon goed op mijn herstel. Ik wil dingen goed kunnen regelen. En als ik dus doorga met de post, ja, dan lukt dat gewoon niet. Simpel. En dan kan ik misschien wel straks problemen krijgen, maar... Ik heb liever dat ik even beter aan mezelf werk. Ja, ik heb nou nog die, hè, en die zwembandjes, om het zo maar even te zeggen. Zo zeg ik het altijd. Ja. Ik ben dus nu ook al op internet aan het kijken van hoe zien andere mensen eruit. Met toch wel een brede heupen, toch slank. Ja, ben ik een beetje aan het kijken om toch mijn mindset al om te kunnen gooien. Het is moeilijk, maar ik wil het wel gewoon gaan doen. Ja. Ja, dat is niet altijd even makkelijk. Dat weet ik ook wel. Maar ja, als ik het nu niet ga doen, ja, dan kom ik er gewoon ook niet. Dus daarom wil ik gewoon echt voor mezelf dat ik gewoon even focus op mijn operatie. En dat ik ook... lekker focussen, eventjes lekker aan mezelf denken, hoe lullig het ook klinkt voor anderen. Maar dat werkt wel, want als ik nu doorga, ja, dan kom ik er gewoon niet, simpel. En ik weet dat ik jullie nou niet aankijk, maar ik ben ook bezig.
is, ja, dan kan ik ja, gewoon beter, gewoon lekker even aan mezelf denken en werken. Dan dat ik rood op de botel met andere dingen bezig ga. Ja, dat, dan werkt dat gewoon niet, naar mijn idee. Dus ja. Dus ja, ik ga gewoon echt even aan mezelf werken, denken. Wat ik net al zei, lekker mijn mindset, mijn gedachten op zetten. Dat ik dus straks wat slanker ben en niet meer deze zwembandjes. Ja, die zit nu gewoon echt gewoon in de weg. Ja, is gewoon zo. Dus ja, komt ook wel weer goed. En ik heb goed nieuws. Ja, ik sta op de lijst voor operatie. Ik heb een groen vinkje. Ik heb vandaag ook, de afdeling anesthesie gebeld. Ik spreek het niet goed uit, weet ik. Maar ik krijg dus vandaag rond 6 uur een e-mail. Die link moet ik aanklikken, moet ik dingen invullen. En dan gaat het balletje rollen en dan gaan ze dus nakijken. En dan word ik ingepland. Dus ja, dat is eventjes... Ja, dat wordt dan eventjes van oké, hoe gaan we dat dan weer doen? Hè? Ja. Ik heb het ook al tegen mijn moeder gezegd. Dus die is ook alweer blij. Mijn tante is blij. Dus ja. Wat gezellig. Ik zal eens even kijken. Dit is... daar was ik weer. Wat ik jullie al heb beloofd. Ik heb een e-mail binnen. Dus ik ga even kijken wat ik allemaal moet doen. Ja, geachte mevrouw. Ja, daar ben ik dan. Uw behandelaar heeft u op de wachtlijst gezet voor een operatie. Nou, ik zal eventjes een paar vragen voor jullie een beetje hardop voorlezen. Die ik dus onder andere dus nu krijg. Heeft u ooit een hartaanval en infarct gehad? Nee, die heb ik dus niet gehad. Bent u ooit gedotterd in uw liese been of hart? Nee. Nou, en we zijn er nog steeds niet. Onder andere weer een paar vragen ook weer voor jullie. Is leuk. Heeft u een hersenbloeding, herseninfarct of tier gehad? Nee. Heeft u de ziekte van Parkinson? Nee. Ja, goedenavond allemaal. Ja, het is nu bijna 11 uur. We hebben net samen even voor de tijden gekeken of van RTL Lounge. Dan denken jullie van, hé, wat zit jij er sportief bij? Ja, dat kan kloppen. Ik heb ik ben om 8:30 met de hondjes even wezen canicrossen. Ja, meneer achter mij en mijn liefdallige aangestelde man. Ik heb het laten zien. Nou, een beetje af voor mij. Ja. Dus waar we eigenlijk een normale ronde over doen met 2 uur bijna, heb ik in 40 minuten gedaan. Ja. Dus ik mag niet klagen. En ik wil eigenlijk gewoon het eventjes volhouden. Tot en met mijn operatiedatum. Ik hoop dat ik het lukt. Ja. Dus de dames die zijn wek op, die liggen lekker te slapen. Laat het even zien. Ja. Daar ligt er één. En helemaal achterin, daar ligt nummer 2. Die ligt ook helemaal tot apengapen. Ja, die ligt dus ook helemaal tot apengapen, maar ja. Zo. Dus ja. En nu nog even wachten op de dagboek buikwandcorrectie deel 1. Is eigenlijk bijna klaar, nog 24 minuten, zegt hij. Dus ja, en hij zou eigenlijk al vandaag online zijn gekomen om 12 uur vanmiddag. Maar helaas. Had YouTube hem al 2 keer verwijderd. Dus nou, dus niet, hoop ik. Dus even kijken wat hij gaat doen. Ja, dus daar wacht ik eventjes op. Ja. Wonderbaarlijk. Mijn batterij is bijna leeg. Maar ik heb iemand die hier al lekker aan het kluiven is. Ja. Nee. Mijn batterij is echt schoon leeg eens een keer. Kijk maar. Ja. Dat is ook wel eens een keertje goed. Laat hem zo eventjes op en dan is het zometeen weer afsluiten, die handel.
zit lekker, kind. Wil je er ook op? Nee? Dat is mijn camera, hoor.